Nou, bijvoorbeeld, ik lees hier dat echt de meeste zelfmoorden zijn vandaag tijdens Blue Monday. Echt. Ooit last van Blue Monday. Is voor mij gewoon een gezellige dag. Ik vind het altijd heel gezellig hier op maandag. Ik vind het helemaal leuk. Ik vind het helemaal mooi. Schitterend. Ik kan mij niet lachen genoeg duren die dag. Het is echt een prachtige dag. Ja, je merkt wel dat het voor iemand die een eigen bedrijf heeft, zoals Peter, wel echt een zware dag is ook. Het is natuurlijk Blue Monday en die jongen die heeft een hele eigen bedrijf te runnen. Dus weet je, ik moet vaak koffie voor hem halen, dus dan ben ik ook de broertje niet. En om hem toch door zo'n dag heen te kunnen helpen, wil ik hem graag nog wel eens een klein scheutje Red Label erbij gooien. Dat hij toch die extra vloeibare moed erbij krijgt. En dat doe je dan zo'n 7, 8, 9, 10 keer op een dag. En is heel de jongen weer blij. Kijk, daar doe je het voor. Dat is toch een stukje menselijkheid, een stukje humaan. Ik heb ook weer het gevoel dat ik mijn goede daad van vandaag heb verricht. Dus nou lijkt het dat mensen... Kijk, bij Gamersnet zijn we natuurlijk altijd veel vrolijker dan de algemene mensen bij Blue Monday. Want wij hebben het gewoon altijd leuk. Want bij Gamersnet is het feest. Gewoon fucking veel feest. Hartstikke leuk bij Gamersnet. Echt zo'n plek om nooit te vergeten. Ik vind het ook wel heel leuk om hier weer te zijn, inderdaad. Ja, dit is goed. Ik kom hier binnen en meteen. Jack home. Ja, moet ik ermee? Laat me. Dus het komt gewoon heel hard binnen op zo'n dag. Oh ja, nee, Blue Monday, ja, ik probeer gewoon iedereen een beetje er doorheen te krijgen, weet je wel, met gewoon een leuk geintje, een grapje. Bijvoorbeeld, Lenny die dikke dan of zo. Hou je bek dikke. En blauw die kleur, blauw, waarom blauw? Sta maar niet, heb je maar weer blauw zien dragen. Ben ik geen agent? Nee, gewoon zeggen, weet je, een beetje van, ze is homo of zo, weet ik veel. Gewoon een leuk plakkerijtje, dat vinden ze altijd leuk om te doen. Nou, het is wel het enige wat me op zo'n dag op de been houdt, dat is toch wel de fanmail. Het komt echt goed binnen, inderdaad. Dankjewel jongens daarvoor. Oh jongens, de fanmail is weer binnen. Lennart van Peter, die is voor jullie. Lenny, ja, KO, beste stagiaire ever, dat is ook wel lief, ja. Lenny en Peter, niet Tom. Peter. Met allemaal hartjes. En Lenny. Oh, deze is voor Leon. Oh ja, nog een keer Akeo. Het is weer eentje voor jou, Peter. Het is voor Lenny en Peter. Lenny, doe eens even een nieuw koffie halen. Oh, de fanmail. De fanmail van Tom. Nee, die zal het gewoon retourneren. Naar de afzender. Hij denkt dat hij nooit wat krijgt. Ik veeg mijn reet ermee af. Ja, het is inmiddels wel duidelijk, wij bij Gamersnet, we zijn niet klein te krijgen. We zijn een soort emotionele rotsen. We kunnen niet depressief worden, dus Blue Monday, schijt eraan, we komen er wel doorheen. En dat komt natuurlijk omdat wij persoonlijk allerlei leuke titels hebben die we kunnen gebruiken als een soort emotionele toevluchtsoorden. Games waarvan wij gewoon heel erg vrolijk worden. Dus without further ado, dit zijn onze meest opbeurende games van Lenny, Peter en mij. Ik zal maar eerlijk zijn, er zijn weinig games waarbij je geen ellenlange scheldkanonades hebt gehad. Ik ben niet super goed in gamen, dus de frustratie wil nog wel eens naar voren komen. Maar mijn game die ik heb gekozen, die mij altijd weer vrolijk maakt, zal misschien een verrassende zijn. Want ik heb gekozen voor de Gears of War serie en dan de Horde mode. Want wat is nou leuker dan samen met vrienden het opnemen tegen die kut locust en gezellig zo een aantal rondes verder komen. Het maakt niet uit als je doodgaat, want je kunt elkaar reviven
En als je allemaal dood bent, dan heb je je best gedaan. En meer dan je best kan je niet doen. Als er een game is waar ik gewoon echt super blij van word, echt als in zeg maar LSD vrolijk, ecstasy vrolijk, dan is het eigenlijk wel Viva Piñata, zowel eigenlijk deel 1 als het hele Trouble in Paradise gebeuren. Want die game is zo kleurrijk en zo leuk en hoe de Viva Piñata's in het rond rennen en hoe het eigenlijk niet cool is om ze neer te slaan, maar juist om ze vrolijk te krijgen, om ze zo vol met snoep te krijgen als je ze in de mond krijgt en hoe je een huisje voor ze bouwt, hoe je ze liefde laat beleven. Het is echt een game die kun je spelen, dan kun je schommelen of dit is de game die iedereen vrolijk zal krijgen. Jongens, als je je treurig voelt op maandag, dan is het natuurlijk niks fijner om even lekker met ballen te spelen. In Peggle wel te verstaan, want ja, het is een beetje geluk, het is een beetje tactiek, vette power-ups, maar vooral als je de rode bal hebt weggespeeld, de muziek die nu instart. En dat waren in het kort eigenlijk onze games die ons altijd vrolijk kunnen maken van Lenny, Pete en mij. Maar wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat nou jouw game is die je op deze Blue Monday vrolijk kan maken. Laat het ons even weten in de reacties welke game of wat voor acties in een game maken jou nou echt enorm blij. Wij zijn benieuwd. Hit us up. En vergeet niet gamersnet.nl voor al je game news, previews, recensies, al die andere dingen.